Zou je de SP als knijterlinks kunnen omschrijven? Ja hoor, daar heb ik in ieder geval geen bezwaar mee. Nee, ik identificeer als knijterlinks. Hallo, hierboven. Jij laat de enige omroep met ballen toch niet uit Hilversum verdwijnen? Word lid van Poont. Het kost je eenmalig €5,72. Dat is toch geen geld voor 5 jaar Poont erbij? Nee hoor, zijn er, het is nog... Ja, dat is die. Nee, dat is die. Hij is niet zo heel groot, hè? Poont. Poont. Ben jij fan van Poont? Ja, tuurlijk. Nou, dus daar is die. Ben je al lid van Poont? Ja, tuurlijk. Heel goed. Hoe ben jij dan? Hey, jongens, geluk, hè? Doei. Goeiedag. Mensen, aflevering, hoeveel ook alweer, Aten? Zes. Zes van Kamervragen, Kijkersvragen, de zomerse rubriek van Poont. En naast mij zit Peter Quint, hij is Kamerlid van de Socialistische Partij. En nu zei ik vorige week dat we op reces zijn en toch ben jij nog hier. Waarom? Ja, ik moest mijn mailbox echt ernstig opschonen. Ja? En dat gaat hier sneller dan thuis. En B, over een half uurtje wordt er gestemd over een initiatiefwet van mij samen met GroenLinks in de Eerste Kamer. Dus ik dacht van nou ja, als er dan over mijn eigen wet gestemd gaat worden, dan wil ik wel even bij zijn. En welke initiatiefwet is dat ook alweer? Dat is een initiatiefwet die gaat over de vrijwillige ouderbijdrage die ouders moeten betalen voor hun kinderen op de basis- en middelbare school. Mm-hmm. En nu is het nog zo dat als je die niet kan betalen, dat je kind uitgesloten kan worden van schoolreisjes en dat soort dingen. Kerstvieringen, Sinterklaas. En als die wet, als het goed is, vanmiddag wordt aangenomen, dan is dat niet meer zo. Met Thierry Baudet, zou je hem voor onze kijkers in 3 van jouw krachtige woorden kunnen omschrijven? Ijdel sowieso. Dat is de eerste die in me opkomt. Ja, en weet je, voor mij afwezig. Ik doe onderwijs en cultuur en ik heb hem in die 2 jaar bij 1 debat gezien. En knijterrechts. Afwezig, knijterrechts. Ja, hoe is dat dan? Ongeveer. Zou je de SP als knijterlinks kunnen omschrijven? Ja hoor, daar heb ik in ieder geval geen bezwaar mee. Nee, ik identificeer als knijterlinks. Ja. Het bestrijden van onrecht en het opkomen voor burgerrechten, dat zou niet iets links of rechts moeten zijn. Dat wordt wel gemaakt nu, hè? Ja. Ik zag Arjan Noorlander bij Nieuwsuur, misschien heb jij dat ook gezien. Ja. Die omzicht vrij merkwaardig in een soort van hele rechtse hoek begon te duwen. Ik begreep dat niet zo goed eigenlijk. Ik ook niet. Nou ja, of hij nou links of rechts is, hij heeft wel gewoon zijn werk als Kamerlid verdomd goed gedaan. Ja. En hij is gaan wrikken toen hij dacht, hier zit iets niet goed. En hij is niet opgehouden tot hij samen met Renske Leijten... Nou ja, elke keer denk ik, nu weten we alles wel. Maar elke keer lees ik in de krant dat er toch weer meer ellende bij komt. Dus die twee die zijn nog even hard nodig. Zou dat nou interessant zijn als hij daadwerkelijk de lijsttrekker wordt van het CDA? Interessant wordt het zeker. Ja, niet alleen deze zomer zijn er geen festivals, maar ook het theater en de muziek en het festivalseizoen vindt ook geen doorgang in september waarschijnlijk, zolang die 1,5 meter gehandhaafd moet blijven. Nee, klopt. Maak je daar zorgen over? Ja, heel erg. Ik bedoel, ik heb de afgelopen weken aan de telefoon gehangen met de directeur van 013, met de directeur van Paradiso. En het zijn allemaal slecht nieuwsgesprekken. Het zijn allemaal gesprekken van, joh, we wilden dat je even laten weten, maar we laten dan en dan weten dat er zoveel mensen uitgaan. En ja, weet je, zolang je op 1,5 meter moet blijven, kunnen zij geen geld verdienen. Of het nou de Ziggo Dome is, die vertelde mij dat ze... En normaal gesproken ben ik echt niet de eerste om medelijden te hebben met Mojo. Dus een vrij grote jongen in het veld. Die verliezen 1 ton per avond als ze opengaan. De Echo in Utrecht, daar kunnen 14 of 15 man in. Ja. Dan verlies je heel veel geld. Die zalen die bloeden helemaal leeg op het moment. Kijkersvragen. Dat is, we hebben geen leaders, dus zo moet het. Dit was het overgangetje. Ja. Ja, nice. Rob Westerlaken uit Venray vraagt jou. Lilian Marijnissen is SP-lijsttrekker bij de komende verkiezingen. Wat kan zij absoluut beter dan Emiel Roemer, de vorige lijsttrekker? Leuke vraag. Ja, een klote vraag. Als je niks zegt, dan is het zo van oké, kan ze dan niet beter. En als je wel wat zegt, dan is het bijna onvriendelijk over Emiel. Laat ik positief beginnen. De verkiezingen winnen. Ik vind het verschil ook in het interview van een Kamerlid, in het algemeen genomen, ook daar zijn uitzonderingen, ben je toch nog wat vrijer in het woord. Zodra je in het keurslijf moet van de staatssecretaris of een minister, dan praat je, nou ja, eigenlijk, ik wil zeggen, dan praat je poep, dat zou ik niet willen zeggen. Maar, het is wel wat je bedoelt. Je praat toch met meel in de mond in één keer, jongen. Ja, dat is maar dat hoeft ook niet per se, denk ik. Weet je, ik bedoel, dat zeiden mensen ook tegen mij toen ik Kamerlid werd. En het is ook wel een beetje hoe je er zelf mee omgaat, volgens mij. Kijk, natuurlijk moet je een beetje opletten dat je niet over allerlei dingen waar je geen verstand van hebt of wat ver buiten je portefeuille ligt. Nee, dat snap ik. Maar ik bedoel, het is een... Kijk, Rutte. Jij bent geen fan van Rutte. Nee, maar Rutte, ik geloof wel dat Rutte zichzelf... Ik denk wel dat hij een goed interview kan geven. Zichzelf is die wel, hè? Dat denk ik ook wel. Maar Mona Keizer,
Dat is toch... Ja. Waar kijk ik naar, Peter? Nou ja, meestal naar Jan Smit op de achtergrond. Ja. We zijn aan het einde gekomen van deze zomerse rubriek. Heb je nog een vraag voor mij ter afsluiting? Ja, hoe vond je zelf dat het ging? Ik vond het wel aardig gesprek. Ja? Ja. Zeventje? Ja. Ook volgende week zijn we er weer met een laatste aflevering van deze rubriek. En dan gaan we in gesprek met Richard de Mos. Die zit dan niet hier in de Tweede Kamer, maar wel in Den Haag. En die was de enige die nog kon en wilde. Tot volgende week.